Dames en heren! Dat snappen jullie waarschijnlijk zelf ook wel. Maar... Stop ermee! Mijn hond had diarree. Mensen, als jullie allemaal nu abonneren, dan hebben we, als het goed is, aan het eind van deze video 750.000 subs. 3/4 van die miljoen. Dus als jullie nu abonneren, dan krijgen we dat voor elkaar. Vroegtijdig diarree kun je niet oppakken. Dat weet ik niet, maar dat kun je toch maar staan. Dat spuit er zo uit, hè? Ja, dat bedoel ik, ja. Mensen, vandaag gaan we het gewoon weer lekker doen. We gaan een verse walkout packen op elke FIFA waarop dat nog mogelijk is. Dat gaan we doen, voornamelijk omdat het de vorige keer niet helemaal gelukt was. Ik had gefaald in een andere FIFA, één van de FIFA's. En ik had op een of andere manier beloofd om het nog een keer te doen bij een bepaald aantal likes. En dat hebben we echt al een jaar geleden gehaald. Dus vandaag gaan we het opnieuw doen. Maar we beginnen natuurlijk in FIFA 15, de oudste FIFA waarop je nog packjes kan openen. En... FIFA 15 zit op een of andere manier wel op mijn in mijn hart gewoon, weet je wel. FIFA 15 is het keukenroljaar en daarom hebben we hem weer aan, hoor, dames en heren. Hij zit voor de microfoon. Nu te koop op Spreadshirt.nl, de kutste site van Nederland. Als je nog een keukenrol hebt, stuur hem even. Heb ik dat niet vorig jaar ook al gevraagd? Stuur even een foto in DM. Volgens mij heb ik er toen best wel wat gehad. En mensen, het stond jullie nog steeds goed. Ja, wellicht ga ik er bij elke FIFA memes van die tijd in stoppen. Slecht. Dat gaat echt heel cringe worden. In deze oude FIFA's had je officieel geen walkout, je had geen animatie. Je ziet de speler gewoon zo 3, 2, 1, pof, zie je hem zo verschijnen. Dat duurt nog echt akelig lang ook. Maar de regels zijn gewoon 86 of hoger telt als walkout. En dan mogen we door naar de volgende FIFA. Dit is trouwens Higuain. Dit is niet Higuain. Dit is Higuain. Oh, wat een leuk grapje. Dat moet ik eigenlijk minder doen, dat is helemaal niet aardig. Oh, let's go, baby! Dit telt niet als Walker, want bij Walker moet je er 84 in vorm zijn. Kazaisvili! Waar speelt die gast nu? Inmiddels is hij 28 en speelt hij in Amerika al best wel lang. Nou, leuk. Goed gedaan, jongen. Toppertje. Ik dacht dat Valerie een meisjesnaam was. Konko, die klapt hem zwaar. Ik heb het idee dat zijn stats letterlijk even goed zijn nu. Oh jee, Choupo-Moting. Heeft hij nu niet letterlijk dezelfde kaart, terwijl hij echt bij zware topclubs heeft gespeeld in de tussentijd. Scoorde natuurlijk nog wel tegen PSG. Ik weet niet wie dit online komt. Ik hoop voor de return. Maar had er wel wat meer in mogen schieten. Mensen, hebben jullie al geabonneerd? Want dan zitten we misschien wel op die 750.000 subs. Dit is wat... Die gast heb ik zo vaak voorbij zien komen. Discard ik daar nou juist 1000 coins. En als je 1000 coins discard, krijg je 1000 coins. En dat kon in FIFA 15 wel. En je gaat me niet zeggen dat nu niet meer kan. Tjonge! Oh, als je dit discard, krijg je 0. Ah, dat heb ik dus zojuist gedaan. Ah! Waarom kunnen ze dat niet gewoon 1000 coins maken bij discard? Dat is toch zo simpel als wat, zou je zeggen? Waarschijnlijk is dat om glitchers en hackers tegen te gaan die dat misbruiken. Zijn hoofd heeft dezelfde vorm als het clublogo. Dat noemen we nou dedication aan die club. Clubliefde. Waar vind je dat nog? Anno 2015. Zo, wat is die gast hier dan? 24 al, bro. Ziet eruit als 16 of zo. Jorginho. Oh, dit is een goede kaart. Dit is best wel lekker, zeg, dit. Het is een soort van altijd een walkout geweest na deze FIFA's waarschijnlijk. Alleen in deze net niet. Het is wel echt een 4-star skills. Echt een goede kaart gewoon. Ik ben hyped omdat ik 84 Pogba pack heb. FIFA 15. Let's go, man. Mijn leven is compleet. De foetus. In week 8 lijkt de baby nog niet op een baby. Dus dan is het nog een embryo. Vanaf ongeveer week 11 is de baby volledig ontwikkeld. Dus dan is de baby geen embryo meer, maar een foetus. Oh shit, ik mis hem helemaal. 85, ook net te laat. Hoe zijn 85 dan? Finally, yes, dames en heren. We doen het. Een 87 is het ook zelfs. Come on. Het is echt een shitkaart. Wat een strontkaart is dit. Het is echt een Kimmich van toen, weet je wel. Het is letterlijk eigenlijk een soort van Kimmich regen. Dames en heren, FIFA 16. Dit is denk ik het jaar van... Yo, Mattie, wat je FIFA? Nou goed, u kent het wel en... Kutspel! Ja, en ook dit. Een lekker wijf, echt een lekker wijf. Dit is heel leuk, hoor. Ook deze pack animation, dit is al iets meer opbouw. Dit zou goed kunnen zijn. Danny Welbeck. Danny Welbeck. Dat is echt zo'n grote meme. Dat is echt ongelofelijk. De king of assists noemen ze hem ook wel, hè. Danny fucking Welbeck. Nee, dit is natuurlijk flauw. Hij kon in zijn goede tijd best aardige mannetje uitschakelen. Ja, uitschakelen inderdaad. Die doet niet meer mee, hamstring.
Ja. 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 Nee. Niet na. Sisoko! Let's go! Wat een zieke kaart dat hij hier al zegt. En wat een smikkelhoofdje. Heb ik nu ook gewonnen en mag ik door of telt het? Ja. Ja, dit is hem. Dit is hem. Dames en heren, wat hebben we weer snel te pakken. Ook dit keer weer in die FIFA 16. Wat zijn ze makkelijk te packen, die ratings. Een saaiere speler had het niet kunnen zijn. Maar we packen wel twee FIFA's op rij Busquets. Dat is in ieder geval leuk. En toen had ik zelfs nog wat FIFA punten over in deze FIFA. En die besloot ik ook even uit te geven. Holy shit. Ah, ik wilde zeggen dat is een hele hoge. Maar nog één. Oké, mensen. Nu wordt het Nenes. Nu moeten jullie trouwens echt abonneren. Want dan gaan we die 750.000 subs halen. Maar nu zitten we ook op het punt. Ja, dat we in FIFA 17 zitten. En de vorige keer, vorig jaar in deze video, lukte het niet om een wildcard te pakken in FIFA 17. En ik vroeg me heel erg af hoe dat kwam. Of het niet meer mogelijk was. Maar volgens mij had ik gewoon extreme pech. En dat gaan we vandaag bewijzen. Want vandaag gaat dat walkoutje gepakt worden. Ik ga het jullie beloven. Ik heb best wel wat SBC's gedaan. Hierin moet het gebeuren. Een walkout in FIFA 17. Dit was er geen. Want het scherm blijft dan zo haperen. En dat is zo lekker verslavend gevoeletje, dames en heren. En dat willen we vandaag weer herbeleven. Zou toch zo lekker zijn als je hierop klikt. En dat hij dan bleef hangen. Maar dat doet hij niet. Oh, oeh. Dat was een grote flare. Zou dat een walkoutje kunnen zijn? Hey, kijk, maar dit is dus wat ik bedoel. Dit is dus onzin. Want voor mij alleen de 5 beste per positie of zo waren een echte. Of is dit een echte walkout en doet die animatie het gewoon niet meer? Ik weet het niet. Dit is officieel volgens onze regels van wat we net gehanteerd hebben. Een walkout. Maar dit is het eerste jaar dat walkouts echt waren. Dat ze eruit liepen. Oh mijn god, ik word hier zwaar geprezen. Zit ik in een video te kijken van iemand. En ik denk, oh mijn god, het is gewoon wel een walkout, die Bonucci. En dan is het Chiellini. Wisten jullie trouwens dat Asensio, dat weten niet veel mensen, die heeft een Nederlandse moeder. Dat is best wel, dat wordt niet zo vaak verteld. Dat is best vet, dat zo'n goede speler dan soort van ook Nederlands is eigenlijk. Wisten jullie trouwens dat zijn hond, die heet Messi. Dat is echt een vet feitje, dat hij een Barcelona fan is. Oh mijn god, hij heeft dus, dat weten ook niet veel mensen. Hij zit dus nu bij PSV. Maar hij heeft dus wel eens een keer de, ah, dit moet er worden mensen, een 50k pakketje. Alsjeblieft, EA. Nee! De reden dat ik wil geloven dat dit kan en dat ik niet opgeef is omdat Chris MD, die had dit ook geüpload, dit video-idee. Wel na mij, hè? Niet gejat. En hij pakte uiteindelijk best wel een goede walkout, geloof ik. Maar hij skipte hem wel. Dat is een beetje het vage eraan of zo. Dus ook hij heeft nooit die animatie gezien. Het is zo, dit is een mysterie, mensen, waar we met z'n allen in zitten. Het is echt een van de grootste mysteries van fucking internet op dit moment. Oké, ik heb de tactiek even omgegooid. Ik heb mijn club gelegd. Die zat namelijk best nog wel vol. En nu heb ik 50 twee zeldzame gouden spelerspakketjes. Ja, ook in de huidige FIFA's is dat niet geweldig. Maar ik ben gewoon wanhopig op dit moment. Oh mijn god, we doen het. Na al die tijd, dames en heren, we doen het gewoon. Het is nog steeds mogelijk. Het boeit eigenlijk niet welke het is. Het is een Argentijn. Je hebt er gelijk een rechtsbuiten of zo. Dus hou op. Oh mijn god. Ah, die prank was er toen ook al. Boeien, Gerard. Oh, Myth busted. Het kan gewoon nog. Yes! Bro, ik ben in jaren niet zo blij geweest met een walkout. Hoe triest is dit? Maar het kan gewoon nog. Het kan! Oh mijn god, hoe kan dit ineens? Zo zit je jaren te grinden. Zo komen er 2 in no time. Hoe is dit mogelijk, gozer? Welke krijgen we nu? Dit is zo verslavend. Dit is zo leuk. Dit is nog een hele... Godin. Ah, ik wil even zeggen, is het Griekenland? Maar het is alsnog Uruguay. Het lag al die tijd gewoon niet aan mij, mensen. Het lag gewoon aan het systeem. FIFA 18. En in FIFA 18 heb ik de 3 Ronalds in de voorhoede staan. En ja, voor de rest, ja, waarom staat Ruud voor me dan? En dat is absoluut niet Joost Vorm. Nee, dit is Ruud Vorm. Boeien! FIFA 18 gaat een hele lastige worden, mensen. Aangezien ik helemaal geen pakketjes hierop heb. Behalve dit 50 en 100k pakketje. En dit is een 35k pakketje trouwens. Als het daarin niet lukt. Oh, oh. Hoe je in deze FIFA ziet of het een walkout is. Dat is dat die gleuf daar aan de zijkant volgens mij moet oplichten. Maar nu was de gleuf akelig donker. Een hele donkere gleuf was dat. Het 50k pakketje. Laten we daar gewoon gaan, man. Hé, ik voel hem wel. Kom op, jongen. Laat die gleuf oplichten. De gleuf ligt op. Oh, het kan ook een bordenspeler zijn. Oh, nee. Ik heb het helemaal verkeerd gezegd. Zico. Als de gleuf oplicht, is het een bordenspeler. Dat was het inderdaad. Is dit dan die FIFA waar het IE-logo op de grond grijs moet worden? Of is dit een walkout? Ik heb geen flauw idee, want ik zie info. Let's go. Het kan wel eens een goede walkout zijn dan. Nee, dit is echt heel erg slecht. 83 als hoogste. Poeh. Ik denk dat er niks anders op zit, mensen. Dit schiet van geen meter op. Dit is wel een soort van pijnlijk om dit in te leveren voor een 100k pakketje. Maar ja, niet dat ik dit spel ooit nog ga spelen. Oh, dag lief vriendje. Oh.
En dat voor een 100k pakketje. Maar het moet wel even, mensen, want het schiet van geen meter op. Zij denken mensen van, joh, boeit het, deze FIFA is bijna 4 jaar oud. Ja, ik weet niet, toch voelt het ergens wel slecht toch, mensen, om dit te doen. Daar had je dat hele jaar voor gegrind en uiteindelijk, kom op, geef me een walkout terug. Ik weet niet meer hoe je kan zien of het een walkout is in deze FIFA. Frans centerback, klaar. Oh mijn god, hij is maar 84. Een 100k pack en ik pack hem 84. Ja, dan zit er niks anders op dan ook mijn andere lieve vriendje in leg. Gay? Best wel. Ik heb ook echt verschrikkelijk veel wedstrijden gespeeld met hem. En hij is de ster van de Yuri Mulder en Evert de Napel rap. Goal! Goeiedag zeg! Je ex lijkt op Ribéry. Nou, nu dan. Kom op, jongen. Ik heb het niet voor niks gedaan. Deze twee gasten kan ik er niet voor niks in hebben moeten leveren. In ieder geval een borderspeler. Is er iets anders ten opzichte van net? Niet echt. Of is het wel een walkout? Een spits! Dat is niemand! Dat is helemaal niemand! Wat is dit? Hoezo is dat niet zo slecht? Nu ben ik dus echt op deze dingen aangewezen. Het is ongekend, dit. Hou op! Hou! Hoe kan dit nou weer? Eerste 7,5k pakketje naar het complete debacle van net. 89 Buffon. Die was 3-4 vast geleden, dus nog 89. En soort van een van de beste keepers ter wereld. Daar kun je nu niet heel veel meer bij voorstellen. Ik in ieder geval niet. Hey, lekker dit zeg. Let's go boys, we doen het. Walkout op FIFA 18 is gehaald. Oh, wat is dit mooi zeg. Ongelooflijk. Smooth, ten top. Oh. FIFA 19. Mijn racket op deze FIFA is niet al te best. Ik heb ook niet zoveel cash liggen. Oh mijn god, ik heb nog de Vision Rival Rewards. Alweer een winnaar. Holy shit, 61k. Of een 1 ultimate. Hoezo heb ik dit, de vorige keer dat ik terugging naar FIFA 19, is mij dit niet eens opgevallen dit. Nou geef maar dat 1 ultimate. Wacht eens even. Dit zijn 2 ultimate pakketjes, hè. Ja, dan komt die 2 net tevoorschijn. Dan pakken we die toch lekker. Een tweede bol. Dat boeit niet. Wow, yo, op 3 januari 2030 begint de FIFA 19 Weekend League weer. Let's go, jongen. Heb ik hier een beetje een goed team? Zo, dat is helemaal niet onaardig. Oh ja. Het voelt alweer zo lang geleden. Gong. En op de bank hier ook. Gong. Met CH. G-O-N-G-Gong. Ik heb ook 200k pakketjes nog staan. Hé, maar dit wordt easy. Dit wordt de simpelste van allemaal, denk ik. FIFA 19. Een walkoutje. En de grond is grijs. Dat betekent dat het gewoon gelijk een walkout is in het eerste pakketje wat we dit jaar openen in FIFA 19. Een doelman. Het is Shite. Het is Ederson. Hé, maar dan openen we de rest ook wel even. Ik ben zwaar benieuwd, jongen. Kunnen we dan even het record van 2 walkouts verbreken? Nee, want deze is het niet. Als beste een 82 uit een 125k pack. Nou, laatste ultimate pakketje. Krijgen we nog een grijze vloer? Jawel, jawel, die krijgen we nog. Nou, geef eens even een banger. De beste speler van deze video. Laten we hem nu... Nee! Is Insigne ooit een walkout geweest? 88 ook gewoon. Wow, FIFA 19 was blijkbaar het jaar dat Di Maria geen prank Messi was. Hou op, die bril. Jongen, je hebt hem de hele tijd al op. Ja, maar nu spreken wij de mensen toe. Dus dan zetten wij de bril even af, Yuri. Oké. Nou ja. Jij bent de baas. Nou ja, goed. De spelers. Zal ik eerst even de spelers hebben. Zet de bril even af. Nee, dat wil ik niet. Zet af die bril. Hou op, jongen. Je hebt hem af. Nope. Yuri, zet de bril even af. Dan zal ik je trekken. Nu. Oké. Ik bedoel, Ah, FIFA 20. Het voelt alweer zo lang geleden. Maar dat was inderdaad dat jaar dat je Hazard op de front had. Die zijn unibrow niet had geschoren. Ik denk dat dit de FIFA is die ik echt het meest heb gespeeld. Dat zie je ook aan mijn record. Als je vergelijkt met alle records die je voorbij hebt zien komen. Mijn team is gewoon ziek, ziek gegrind. Ik heb nog 1,5 miljoen liggen zelfs. En ik heb ook heel veel pakketjes in de winkel staan. Wat is dat? Oh ja, van die 2 zeldzame gouden spelerspakketjes. Die ik letterlijk 5 minuten geleden heb verzameld. Ter voorbereiding van deze video. Nou, ik ben benieuwd. Laten we eerst die 20 pakketjes maar even gaan openen. Dit is de FIFA waarin je de lampjes zag. En dan moest dat lampje links extra knipperen. Gebeurde dat hier? Nee, dat gebeurde hier niet. Ja! Oh mijn god, dit gaat ook weer snel. Brazilië! Doelman, niet weer Ederson. Alisson met die smerige, ranzige snor. Nou, dit hebben we ook weer verschrikkelijk snel gedaan. Dat FIFA 17, dat is gewoon echt een verschrikkelijk nare FIFA op de walkouts te pakken. Verder de rest valt het eigenlijk allemaal wel mee. Oh, nog één.
Gewoon, we doen het gewoon nog een keer. Een Duitser, een centimeter. Dat zal wel Kroosje zijn. Echt een banger hebben we nog niet gepakt, hè? Tot nu toe. En nu zijn we weer op bekend terrein, mensen. FIFA 21. Zoals je ziet zijn er 35.000 pakketjes in de winkel voor de halve muntenprijs. Maar niet voor de halve puntenprijs. Maar goed, laten we ze alsnog gewoon openen. Wellicht krijgen we hier dan een walkoutje uit. Is hij niet die gast van, van dat... Hé, hey, het staat er ook oprecht bij nu. Weet je, vorige FIFA stond het er helemaal niet bij in FIFA 17. Nu weet iedereen het al. Daar gaat mijn scoop. Jongen, jongen. Oké, laten we dit gewoon afsluiten met een bang. Dit ga ik inleveren, krijg ik 5 85 plus spelers terug. Dat is trouwens niet eens een zekerheid dat het voorbij is. Dus de spanning blijft erin. Kom op, geef me een banger op het einde nog. Kom op, Neymarretje, Mbappé'tje, Ronaldo'tje, Messi'tje. Al lang geleden dat we die gepakt hebben. De walkout is binnen. Het is een Champions League walkout. Oh, wat vet. Oeh, nou leuk, 2 walkouts. Eindigen we dan ook een FIFA 21 mee. Maar ja, of 3 zelfs trouwens, verrat hij. Maar die teller voor het gemak maar even niet mee. Maar hadden we wel zo'n speciaal pakketje voor nodig. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Vonden jullie het nou leuk? Like hem dan even. En abonneer je! Smooth, ten top. Blijf, blijf, blijf deze!